Ja, dan zit de dame er eigen witte wasje. En dat kan ook wel kloppen dit keer. Ja, een hele goede morgen. Het is weer vrijdag en het is 30 maart. Het is 9 uur 48. Dus bijna loopt tegen 10. En ik krijg straks weer iemand op bezoek die de vlaggenmars verder gaat doen. Maar ik zeg eerst een hele goede morgen en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. He, die ligt dadelijk op de bank. Die zit zich te wassen. Die zat zich te wassen. En er zit er daar eentje nog op de stoel. Die zit gewoon te zitten. En dat is mijn telefoon. Oh, mijn alarm nog. Ik ben er al uit. Ik hoef er niet weer uit. Zo. Weg. Dan moet ik weer naar mijn computer toe. Die was ik aan het schoonmaken. Ja, ik had twee nachten achter elkaar doorgelopen. Dus ja, dan moet het wel eens, hè. Dat eventjes schoonmaken. Moet ook gebeuren. Voordat je weer met nieuwe dingen bezig gaat. Ja, en hou jij ze van op? Hé, hey, moet je naar buiten? Nou, dat mag hoor. Ja. Wat dat dan gaat, kijk hier wel een deurportier wezen. Echt, geld gaan vragen, want om waterlamp moet je dat doen. Zo, het is gauw klaar. Nou, het register nog. Scan op fouten, kijk of die dat heeft. Hoop voor niet. Maar ja, het moet toch allemaal gedaan worden. Ja. Mijn schoolcomputer weer opnieuw beginnen. Kijk, ik start ook weer even een nieuwe vlog in de videopad klaarmaken. Nee, geen fouten. Top. Geweldig. Zo, nou, dan ga ik eerst lekker een bakje koffie maken en een broodje eten. En dan zien we wat de dag verder ons brengen gaat. In ieder geval, de man die komt om een uur of elf. Of elf uur. Astrid komt vanmiddag weer. Blijft weer gezellig eten. En dus, vanavond zal ook Chrisje misschien even komen. In verband met mijn hondje. Ja, dat dus ja, weer een drukke dag en met gezelligheid mag ik hopen. Ik het ja, met Astrid mag ik niet vloggen. Helaas. Dus ik probeer wel met leuke momenten even te vloggen, maar dan neem ik haar zo min mogelijk erbij. Ja. Waarom ze niet wil, ja. Vertel mij. Of je nou op een foto gaat of op een film gaat, is bij mij hetzelfde. En dan op internet gooit. Ja. Maar in ieder geval, dat is hier dus zijn eigen en niet de mijne. Wat ben jij aan het kriebelen? Hé, kriebel, hè? Ja, hè? Ja? Och, goeie, ja, meisje. O, ja. Even vertellen, hè? Dus ja, lieve vrienden, ik ga er ondertussen weer. Ik ga koffie maken en een broodje. En dan zeg ik tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik heb weer een video in de videopad zitten. Die loopt nou weer. Zoals jullie kunnen zien. Mijn hondje wil naar buiten. Maar ik ga ook even naar buiten. Ik wil jullie wat laten zien. Want ik ben blij. De zon, oh vreselijk, die staat precies zo dat je niks kan zien. Doeg! Nou, dan ga ik hier de vlaggenmast. En dan omhoog, touwtje. En wat hangt daar in de top? Jawel, de Friese vlag. Zeker, voor mijn height die er boven in de hemel is. Voor mijn pleegbroer die er boven in de hemel is. En alle andere Friese vrienden en familie die al voor zijn gegaan. Ja,
Ik ben er blij mee. Dus geweldig. Hé, rondje woef af. Ja, ik vind het fantastisch. Nou, dan gaan we weer het huisje in. En wie zit er aan de andere kant van mijn huisje? Daar zit ook een zwart-wit geval. Wat dan een poes moet zijn. Die wil natuurlijk weer door het raam naar binnen. Hoe is het mogelijk? Staat mijn stoel ook nog in de weg? Ja, ik laat mezelf er staan. Wou je hier erin? Hé, wou jij hier erin? Ik moet alles weer open doen, alleen nog voor jou. Nou, achteruit dan. Dank u. Kom maar. Zo. Oh. Zo. Nou. Meisje. Hé? Meisje. Meisje, hè? Hé. Ja nou. Nu? Jij dan? Ja, oké, lieve vrienden. Dat wou ik jullie even dus laten zien. Die man was gewoon de plus. Die is dus snel weer weg. Want die had vandaag meerdere dingen te doen. En maandag vliegt hij helemaal naar Zuid-Afrika. Voor eventjes meer dan een maand. Gaat hij daar weer klussen? Gaat hij met een groepje Nederlanders, gaat hij dus naar Zuid-Afrika om daar weer mensen te helpen om huisjes te bouwen. Ja, dus ja, hoe geweldig ben je. En dat op zijn leeftijd, hè? Hij is al de 70 gepasseerd. Ik vind het knap, ik vind het top, ja. Maar oké, ik zeg, ik ga mijn koffie drinken. Hij had een looie pijp, maar dat heb ik niet. Dus ja, ik ga door en ik moet die kant even schoonmaken. Want ik heb hier al een tas vol met wasgoed en dat moet ik opvouwen. Ja. Dus ik heb het nog druk. Dat ik zeg, tot later maar weer.
Ja, lieve vrienden. En dan hebben we file. En dat in ons stadje, ja. File om naar Texel toe te gaan. Geweldig. Een hele file. Ja, een hele file. Kijk, je bent gemakkelijk. Ja, nou, we gaan ook over nu. En toen kwam er rechts. Mag ik? Dank. Ja, daar even naartoe. Dit is geweldig. Ja, dan moet ik even weer draaien. Monument ook. Ik heb ook nog een camera in mijn handen. Ja, helemaal tot Oudenhelderen toe. Ja. File, file. En dat moet naar Texel toe. Zo dan, moet je toch eens kijken. Zover je kan kijken is het file. En ze komen overal vandaan. Wat zei je, schat? Nog steeds geen boot. Nee. Wat een drukte. File. Rijdt te hard, ja hè? Ach, het is zo... Ja, water is zeker. Ik weet niet. Ik zie wat. Ja, er gaat wel wat. Ik zie wat vertrekken. Er is al klaar, hoor. Ja. Ja, water. Als de boot uit de running heeft gelegen een aantal uren, dan wil dat wel, hè? Ja. Nou, die hebben we vaak ook wel over hoor. Ja. Ja. En kijk waar we gaan. Ja. Nou ja, dat komt een klein beetje. Want deze mogen we meer erin zetten. Ja. Ja, maar er zijn wel in principe 3 schepen die kunnen. Twee. Waar nu? Is er een helemaal weg? Ja, oké. En hier wordt er zo geheid. Daar hebben we die beroemde vlag. Dat is dus geheid. Ja, dat horen wij thuis. Kanaalweg. Graag gedaan. U komt wel op YouTube te staan. Ja, uiteraard. Dit is een publiek trekker, hè? Ja, dat zal. Daar komt hij. Daar komt hij. Ik blijf gewoon staan waar ik sta. Ik roer me niet. Kom maar. Zo dan. Ja, tuurlijk. Hij heeft er iemand in, ja. Maar het is niet ernstig. Want anders had het waarschijnlijk te aangaan. Het is niet ernstig. Ja, en dan ook die weg, die staat vol. Dat richting Alkmaar, althans vanaf Alkmaar, staat het helemaal vol tot aan Den Helder aan toe. Zo dan, zootje herrie. Kijk eens, wat een drukte. Ik zal het even inzoomen.
Hou je hier rechts af? Ja, de storing is afgelopen. Ja. Dus, Duitsers ook, hè, weer. Ja, ja, ja. Dus al je... Ja, je moest eens weten hoeveel... Waar de Duitsers hebben meegekomen. Ja. Het is eigenlijk oneerlijk op de wereld. Ja. Tjoh, ik ben nog een doen, hè. Dag. Ja, maar Texel is ook vele malen kleiner. Hier, daar gaat de politie door. De gracht. Allemaal file. Hoe gaat het liedje ook alweer te file? Oh jongens, wat een file. Geweldig, ola. Er zit een bel op ons stuur, dacht ik. Wel dan ook. Hij hield uit van op. Dat doet hij vaker. Dan houd je van op en dan moet je hem weer opnieuw indrukken. En dan ben je er aan het zwaaien. Ja.
Ja, die jongen die stond daar ook al op de kruising te filmen. Nee. Foto's te maken deze. Ik wil hier op die ene auto staan. Ja, om er toch doorheen te komen. Ja, kijk. Jammer, weet je. Zo. Naar huis of? Ja, het is koud, hè? Nou ja, zo zijn er nog veel meer. En tot waar van mijn vaar, Alkmaar, hè? Ja, ja, daar is het. Nou ja, in ieder geval ergens bij Alkmaar staat het vast tot hier aan toe. Dus ja, ja. De lieve vrienden, ik stop weer. Wij gaan weer richting huis. En we zien jullie later. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, we waren dus eventjes weg. Rij ik weer over jouw bonkie heen natuurlijk. Ja, dus. We waren dus eventjes weg. Astrid en ik hadden jullie mee. Want we hebben hier ook in de stad een file. Ja, en wat voor een. Waar staat het vast? Vertel jij iets. De N9 staat helemaal vast. De N9 ja. Staat vast. En dan richting Den Oever merken ze het ook al. Den Oever merken ze het ook al. In Den Helder staat het goed vast. Nou ja, bij ons staat het dus helemaal vast, want... Ja, het staat helemaal vast. Hier ook in de veerhaven, van de Texelse boot naar Texel toe. Dat kun je nagaan, hè? Ja! Goed vatten. Ja. Ze maken overuren. Ze maken dus overuren. Ja. Dus ja, lieve vrienden, daar hebben we jullie eventjes van mee kunnen laten genieten. Dus ik had twee camera's, mijn GoPro en deze. Dus ja, we krijgen een dubbele film over elkaar heen of zo. Ik weet niet hoe ik dat nog moet hebben, maar daar vraag ik wel weer hulp desnoods bij van Karin en Roderick. Dat komt allemaal wel weer goed. Ja, dus en wie weet lukt het me wel. Ja, ik heb het al eerder geprobeerd, maar dat filmpje was een beetje te klein. Want je zag bijna niks. Dus, dat lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei, doei.